Dit is de Pickwick van de dag gemaakt door Arno Vereken. Fucking awesome. Echt een van de vetste, chillste, mooiste, gedetailleerdste pickwicks die ik ooit heb gezien. Super awesome. Dik shout out naar jou. Tot morgen met de Pickwick van de dag. Adios, bitches. Ik hou echt van jullie. En dat meen ik. Ook al haat ik jullie soms, ik hou wel. Ik hou van jullie. Jullie zijn wel mijn leven. Maar om dan over jullie als kijkers te spreken, is er ook één laagje kijkers die volledig anders is. Je hebt kijkers, je hebt fans, je hebt de superfans. En je hebt de diehards. Maar dan echt de diehards. Niet de gewone diehards. Echt als je het groepje diehards neemt. Echt de onderste. Het mini stukje van de diehard fangirls. En ik zeg nu fangirls omdat dat meestal dan echt wel meisjes zijn. Het zijn de keiharde. De non-stoppers. De mensen die op elke tweet reageren. Ook al heeft het niks te maken met mijn tweet. De mensen die alles volgen. Alles doen wat je maar kan doen. En het lijkt misschien raar, maar ook zijn dit de mensen die ik het meeste haat. Als ze van een andere YouTuber zijn. Dus wordt er een hele vette video. Dus zeker duimpje omhoog, dames en heren. Like, smash die like. Sla je muis kapot. Totdat die duim gewoon volledig blauw is. En dat ben ik eens in. En dat zou ik zeggen. Omdat het zoveel is aangevraagd. Hier is de beste intro ooit. Let's go. Ik zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we Black Ops 3. Hadden jullie waarschijnlijk allemaal wel gedacht. Ik ben dit channel begonnen als Call of Duty channel. En ik ga niet zeggen dat ik terug volledig wil gaan gamen. Ik wil het wel een beetje terugbrengen. Voor de mensen die zeggen, fuck you met je fucking kut games. Mijn gamevideo's zijn helemaal geen gamevideo's. Het zijn eigenlijk gewoon praatvideo's, op gamevideo's, op spelletjes. Dus vandaag spelen we Black Ops 3. En we gaan praten over de diepste laag van de fangirl community. Wauw. Vorige Black Ops 3 video had weer meer dan 15.000 likes. En ik zou het geweldig vinden als we dat op deze video ook weer zouden kunnen halen. Doe je best. Wauw, hier is er weer een mannetje. Dus vandaag gaan we praten over fangirls. En ik weet dat dit bij sommige van mijn fangirls misschien een beetje een gevoelig onderwerp is. Want dat is het voor mij ook. Ik gebruik ten eerste al helemaal niet graag het woord fans. Ik vind dat raar klinkt en dat je kijkers er een soort van kleinerende naam mee geeft. Ik vind kijkers een veel leuker woord. En om er dan een video over te maken vind ik het ook redelijk edgy. Maar we gaan het toch doen, want over wat moeten we anders zeveren? Anders zeg ik altijd over mensen die populairder zijn dan mij. Dus nee, dat gaan we deze keer niet doen. De vorige keer heb ik fucking veel haat gekregen van fans van Trixie en Jacob en Matty B-Rap. Sorry, dat is mijn mening. Hey. Dus, waarom haat ik de diepste laag van fangirls zo? Ten eerste, als er ruzie is, zijn het de ergste mensen die er zijn. Het zijn de mensen die echt gaan schermen voor een YouTuber alsof het niet normaal is. Natuurlijk hou ik van mijn fangirls. Want de fangirls van andere YouTubers, die doen er dan ook alles aan om mij kapot te maken. En ik ga niet zeggen dat dat mij iets doet, want meestal boeit het me helemaal geen zak. Maar het is op vlak van irriteren dat het vreselijk is. Echt vreselijk. Het zijn de mensen die echt kunnen blijven doorgaan en geen einde. Te kennen. Ze tweeten je totdat je dood bent over die ene ruzie. En ze vergeten het ook nooit. Ik bedoel, ik krijg nu nog altijd berichten dat ik de squad helemaal heb opgelegd en zo. Bijna een jaar geleden. Die shit is al allemaal bijgelegd. Want daar stopt het niet. Nee, echt niet. Deze meisjes hebben ook meestal een soort van fanaccount op Instagram. En je zou denken, fanaccounts, jij helemaal leuk. Altijd fijn. Nee, echt niet. Soms worden deze fanaccounts... Oh, fuck. Soms gebruiken ze hun fanaccounts om mensen helemaal naar de kloten te haten. En geen klein beetje hoor. Dan laten ze haatberichten rondgaan op die fanaccounts dat echt niet meer normaal is. Alsof het oorlog is. In hun ogen is dat fucking oorlog. Als je dacht dat ze het op Twitter gingen houden. Nee, het blijft ook niet op Twitter hoor. En ook helemaal niet op Instagram. Ze gaan altijd nog een beetje veel verder. Kennen jullie het social media platform Real Life? Kennen jullie dat? Misschien niet, maar ik ken het wel en het is wel cool. Wel zelf in Real Life komen ze daarmee. En nu ga ik hier even springen en boom, oh baby, got you. En dan heb ik het over meetings. Op meetings gaan ze je naam roepen en je helemaal uitschelden en dat is zo raar. Gaat naar een meeting voor je kijkers en dan op die meeting word je helemaal gehaat. Zeg, daar heb ik nog niet veel gehad. Het was één keer dat er echt gewoon een meisje naar mij is gekomen en is beginnen zeggen hoe slecht dat mijn video's waren. Ja, dat is raar. Er zijn ook altijd de mensen die hele negatieve dingen zien reageren onder je video's. Meestal met heel veel schrijffouten omdat ze meestal nog jong zijn. En dan op het einde van het bericht staat er meestal hashtag
hacky of zo. Ik bedoel, dat weet ik ook van waar jullie komen hoor. Maar er zijn er natuurlijk ook kijkers van mij die het terug doen. I love you. Ik krijg wel eens regelmatig gewoon fanmail toegestuurd. Ik krijg wel regelmatig kijkersmail of fanmail. Ik weet niet hoe je het wil noemen. En dat zijn meestal echt hele vriendelijke, hele lieve briefjes. Hele coole tekeningen van mensen. Waarin ze ja gewoon iets persoonlijker tot mij willen komen. En van die honderden berichten die ik al heb gekregen van jullie, heeft er één haatbericht tussen gezeten. En dat was echt gewoon een halve doodsbedreiging, denk ik. Ik weet niet of ik hem hier nog ergens heb liggen, maar ik denk dat als ik eens goed zoek tussen mijn stapel, dat ik hem wel ga vinden. Ik kwam erop neer dat mijn video's rot slecht waren, dat ik moest stoppen met YouTube en dat ik het hele plezier van YouTube weghaalde voor iedereen. Daar gaan we voor de final double kill, but... We hebben niemand gekillt. Maar ik wil de last kill. Ik wil de last kill en ik heb de last kill. Heel die brief was echt gewoon één dikke afbraak van alles. Ik fucking lelijk was, dat mijn video's super slecht waren. Dat ik het niet verdiende om video's te maken. Dat ik het niet verdiende om zoveel abonnees te hebben. Dat ik een fucking leier was. Dat was na de squad breakup. Dan heb ik wel de meeste mensen op me gekregen. Er is geen reden om mij dood te willen, ook al vind je me fucking slecht. Onthoud wel dat ik evenveel hou van de kijker die nooit iets zou zeggen als hij me ziet in het echt. Als van de kijker die me helemaal kapot zou knuffelen als hij me ziet in het echt. Die zijn allemaal even belangrijk voor mij. En nu gaan we nog een lekker potje gun game spelen. En dan ga ik stop met opnemen. En dan meen ik zo echt game of video's opnemen. Dat is echt gewoon... Ik ben al afgeleerd, snap je? Ik suk ook hard. Er was serieuze tijd op mijn kanaal. Dat ik dit elke dag deed. En daar keken mensen naar. Dat is wel een tijdje geleden. Ik ga het nog één keer zeggen. En dan gaan we stoppen met opnemen. Want ik heb er geen zin meer in. Ik ben op Viet. Gaat super awesome worden. Als je me ziet, vraag dan voor een foto. Of voor een knuffel. Of steek me gewoon neer. En dan betaal ik €300 of zo. Het wordt een vette dag in Amsterdam. Ik heb er zin in. We kunnen ook samen dansen. Als je dat zou willen. We kunnen alles samen doen. We kunnen zelfs samen een cake bakken of zo. Ik weet niet, kan je daar cake bakken? I don't know. Maar vond je dit nu leuke video's? Smet je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zal zeggen adios, bitches. Hello. Dance with it, girl.